Hallo mensen van GamesXL en welkom bij deze nieuwe video en vandaag episode 4 van Single Player Let's Play Season 3. En we gaan vandaag weer gewoon opnemen. Het is de andere keer opgenomen dan de vorige drie episodes. De vorige drie episodes waren in één keer opgenomen. Misschien dat ik nu weer wat meer episodes opneem in één keer. Dat weet ik nog niet zeker. We gaan in ieder geval proberen om te beginnen aan het een huis te bouwen hier. Ik wil hier echt niet zo'n heel groot huis, gewoon een klein huisje wat denk ik hier overheen hangt een deel, want anders dan moet ik dit allemaal gaan veranderen en dat vind ik niet zo mooi. Ik heb dus opgezocht of ik een meester biome in de buurt had en dat heb ik zeker. We hebben meester biomes in de buurt. Waar precies weet ik niet zeker meer. Het is heel vaag allemaal, want het is al een paar weken geleden dat ik het heb gedaan. Ik zag jammer genoeg ook... Godverdomme, ik moet die dingen stoppen met breken. Ik zag jammer genoeg ook dat wij een stronghold hier heel dicht in de buurt had. Dat vind ik wel jammer dat ik dat had gezien. Waar precies weet ik ook niet meer. Dus dat is eigenlijk ook nog een beetje een vraag voor mij. Ja, ik weet het dus wel dat het er zit. Maar waar precies, dat weet ik dus niet. Ja. Dat is eigenlijk best wel vrij kloten. Dat ik weet überhaupt dat het zit. Ik bedoel, ja, ik had liever niet gewild dat ik dat had geweten. Dat er een stronghold in de buurt is. Ik had liever gewoon gewild dat ik de stronghold gewoon zou vinden. Maar goed, ik kan er niks aan doen. Het is gewoon hoe zo gebeurd. Ik mocht van jullie kijken, dus dat had ik ook gedaan. En we weten in ieder geval dat er een Mesa... Even normaal even praten, Tommy. Dat er een Mesa biome in de buurt zit. En daar gaan we zeker nog een keer voor naar op zoek. Alleen eerst wil ik een huisje proberen te maken. En we gaan hier proberen om een leuk huisje te maken. Ik heb een creative wereld gemaakt van deze wereld. Ik heb deze wereld gekopieerd en dan een creative wereld van gemaakt. Zodat ik kan testen, dingen kan testen. Kijken of dit mooi staat. Staat dit mooi? Is dit leuk? Is dit een leuk huisje? Kan dit wel? Zulke dingen zeg maar. En ik heb eigenlijk nog niet echt een leuk huisje ontworpen. Dus we gaan proberen om het gewoon zo mooi mogelijk te maken. Ik ga sprucewood gebruiken voor de pilaren hier in het water. Of course. Dat is heel logisch. Hoe breed wil ik hem ongeveer maken? Ik wil hier een klein soort van veranda dat hij heeft. Die tot hier komt, denk ik. Ja, ik denk dat dat goed is. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ertussen. Oh, ik doe het fout. 6 ertussen. Dit moet sprucewood zijn dan. Want het zit in het water. Zo. Denk ik. Hier zit dan 4 breed. Dat is ook wel goed, denk ik. Even kijken nog. Vanaf hier tot hier. Klopt dit zo? Ja, dat klopt zo. Mooi. Ik denk dat dit wel een best wel leuk huisje zou kunnen worden. Als ik dit zo zie. Ik denk dat hij iets verder die kant ook op moet. Ik denk dat hij hier nog 4 blokken hierheen moet. 1, 2, 3, 4. En dan 1. Zo, dit is wel heel diep. Precies het diepste punt. Dat is lekker slim, Tommy. Nee, maar ik heb iets in mijn hoofd. Dus we gaan proberen om dat na te maken. Dit farmpje laat ik hier nog even staan. Dat wordt straks allemaal weggehaald. Maar voor nu wil ik hem eventjes laten staan. Zo, tot hier dan. En deze ook tot hier. Klopt dit? Ik denk dat dit klopt. Het lijkt alsof ik lag. Dat is echt palen als dat gebeurt. Eens even kijken. We gaan eens even kijken of dit hout... Nee, we gaan dit hout niet gebruiken. Nee, dat gaan we niet doen. We willen eigenlijk hier een huisje hebben. Hier wil ik een huisje hebben. Dus dat betekent dat ik hier een klein beetje ruimte nodig heb. Mijn muis moet stoppen. Dat vind ik echt kloten, want ik heb gewoon 120 fps zoals jullie zien. Maar mijn muis doet gewoon raar. Dus, hoe gaan we dit doen? Ik denk dat ik gewoon moet beginnen met dat hij iets hoger moet. Dat hij een... dat het sowieso een trap moet hebben. Waar wil ik sowieso de ingang hebben? Ik denk dat ik al iets weet. Ik denk dat ik iets leuks weet. Ik ga hier een ingang maken.
twee brede. Nee, iets verder terug. Zo, twee hoog. Ik denk dat ik dit ook zo doe. Dat ziet er wat mooier uit, denk ik. Zo. Ja. Dan moet ik daar. Komt dan spruce wood, denk ik. Even kijken hoe dit eruit pakt, hoor, guys. Ik weet totaal niet wat ik precies wil doen. Dus ik probeer maar wat. Als dit hout nou echt niet mooi eruit komt te zien hierbij. Dan ga ik gewoon oak wood gebruiken. Ik denk dat ik hiervoor gewoon oak wood moet gebruiken. Als ik heel eerlijk ben. Waarschijnlijk dat ik hier en daar ook wat dingetjes knip. Omdat ik niet weet hoe lang dit gaat duren voordat ik een huisje heb. Dus vandaar. Ik wil wat meer oakwood hebben. Oakwood planks. Ik wil wat van deze dingen hebben. Zo. Mooi. Dan gaan we even de staircase opnieuw maken. Zo. Zo. Nee, gewoon twee. Dat is misschien beter. Dan kan ik hier gewoon vol maken. Nou, het is gewoon trial and error. Je moet gewoon proberen. En op een gegeven moment gaat het misschien wel een keer goed. Misschien, ooit. Oké, deze wil ik eigenlijk al naar beneden halen. Die boom. Die boom die wil ik eigenlijk weg. Die boom wil ik eigenlijk verplaatsen naar hier. Als dat kan. Dus ik denk het. Denken wil ik dat echt of denk ik dat ik dat wil? Ik denk dat ik hem helemaal weg wil. Ik denk dat ik die hele boom weg wil. Wil ik hem helemaal weg? Ik denk het wel. Ja, ik ga hem even weghalen, guys. Ik denk dat dat wel slim is. Dus dan gaan we even zo doen. We gaan even die boom weghalen. Oké, de boom is bijna omgehakt. Ik had het denk ik even geknipt, als ik het niet vergeet. En anders is er een heel awkward lang stuk in. Waarbij ik helemaal niks zeg en heel rare dingen doe. Maar dat maakt niet uit. Heel rare dingen doen, niet te raar denken. Maar ik bedoel, gewoon fluiten en weet ik veel wat. Oh, godverdomme, waarom sprint hij dat ding niet? Spring! Godverdomme. Kom, spring! Oh, dat ding dat springt echt niet. Ik heb een nieuwe muis nodig, een nieuwe toetsenbord. Dure tijden. Nou, in ieder geval. Hij is om. Althans, hij is weg. Die boom. Ik heb nu een hele hoop hout. Meer dan 2 stacks van de boom. Dus dat is wel chill. Even kijken. Wat wil ik nou doen? Ik denk dat ik deze zo doortrek. Even denken. Ah, dit is best wel lastig als je niet precies weet wat je wilt doen. Deze bomen gaan ook weg. Bomen gaan weg. Dus deze boom hak ik ook even weg. Wordt nacht. Tot nacht, of niet? Muis, kom op, doe normaal, muis. Keep with me, mouse. Oké. Vandaag is het donderdag als ik dit upload. Dat betekent dat ik vandaag eigenlijk bijna niet thuis ben. Sterker nog, ik ga naar school. Dan ga ik opbouwen. Want we moeten voor de kerstgala. Zijn wij licht geluid. En dat wil ik graag bij meehelpen. Dus ik ga meehelpen. Ik ga opbouwen. Dan ga ik naar de kerstgala zelf toe. En dan blijf ik bij een maat van mij pitten. En dan ga ik vrijdag moet ik weer naar school. En dan ben ik vrijdag pas om 6:30 als het goed is thuis. Dus dan ben ik vrijdag om 6:30 ben ik pas weer terug. Dus dan ga ik om donderdagochtend vertrek ik. En dan vrijdag om 6:30 ben ik weer terug. Als het goed is deze video dan wel geüpload. Want deze ga ik gewoon als geplande upload doen. Want dit neem ik op woensdag. Dus vandaar. En dan probeer ik het gewoon wel zo te doen dat jullie nog wel een video hebben. Maar dan weten jullie in ieder geval dat ik er niet ben eigenlijk. Dat ik eigenlijk niet thuis ben. Dat ik gewoon ergens anders eigenlijk ben. Creepy, hè? Oké, we gaan even kijken. We willen hier een foundation maken om de... Nee, tot en met hier. Gewoon zo. Is dit nou dark ook? Nee, dit is gewoon spruce. Nice. Kan ik daarbij? Kan ik net niet bij, damn it. Zo. Tot en met hier. Hier wil ik... ik heb geen oak wood meer. Oké, ik moet oak wood gaan halen blijkbaar. Lol. Even kijken.
Dit moet gewoon zo doorgetrokken worden, denk ik. Ja, ik denk dat dat wel vet is. Dan denk ik dat wij spruce wood gaan gebruiken als de muren. Spruce wood logs als gewoon als de pilaren, zeg maar. En dan hier een raampje in knallen. Dus even kijken hoe dat taak van een afstandje eruit ziet. Hoe gaat het eruit zien? Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet als we dat omdraaien. Foundation spruce wood en de rest gewoon wood. Hoe gaat dat eruit zien? En dan heb ik nog een vraag. Oké, guys, ik ga heel even wat proberen. Ik zorg even dat ik wat ook goed hout heb. En ik ga even wat zorgen dat ik iets anders heb. En dan ben ik zo bij jullie terug. Dus tot zo. Oké dan. Ik heb al iets uitgevogeld in de creative wereld. Ik ga nu ergens heen lopen. Gewoon een random kant op. Hopen dat ik forest tegenkom. Voor gewoon hout. Voor oakwood. Dus gewoon oakwood. Als ik dat tegenkom, dan ben ik blij. Dan ga ik even hout hakken. En dan ben ik zo weer terug. Dit is gewoon dezelfde wereld trouwens nog. Ik heb net in creative heb ik in een andere wereld. Creative wereld namelijk. Heb ik een beetje gekeken van wat zou er misschien nice zijn. Heb ik een beetje dingen uitgeprobeerd. En ik heb nog niet helemaal af. Ik heb de basic foundation. Dus het begin ervan heb ik. Ik wil nu eigenlijk eerst het hout gaan zoeken. Als ik het hout heb gevonden, wil ik het begin van het huisje afmaken. En dan is de episode ook klaar. Dus ja, ik ga even hout zoeken. Als ik iets chills tegenkom onderweg, dan laat ik het jullie weten. Dan neem ik het even op. Maar tot zo. Weer terug bij mijn huisje, als het goed is. Dus tot zo. Oh mijn god. Ik zie eindelijk oakwood. Het duurde eigenlijk best wel lang voordat ik oakwood gevonden had. Want ik wist niet meer welke kant op deze savanna dus was. Maar goed, ik ben nu bij de savanna. Dat is heel mooi. Ik ga dus wat hout hakken. Ik ga deze oakbomen allemaal omhakken. Hoop op wat saplings. Dat zou super nice zijn natuurlijk als je wat saplings van krijgt. Dan kan je namelijk wat meer bomen planten. Ik heb hier al een keer hout gehakt. Of hout gehakken. Ik ben hier al een keer geweest om hout te hakken. Laat ik het zo zeggen. En ik ben bij mijn huisje. En we gaan even snel slapen voordat alle monsters komen. Even van, hey, ik ben een monster. Hey. In ieder geval, ik heb 5 saplings. 6 met deze erbij gerekend. Die gaan we hier even ergens boven planten. Zodat ik sowieso weet dat ik hier ergens een tijdelijk oakwood sapling. Of oakwood farmpje heb. Ik wil sowieso even wat oakwood namelijk verzamelen. Want ik wil hier ook natuurlijk mijn eigen village omheen bouwen. Ja, dat klopt. Dat wil ik. even kijken. Bestandslocatie openen. Dan gaan we eens even kijken naar een paar van de screenshots die ik gemaakt heb. Van het gebouwtje wat ik al ontworpen had. Deze boom moet weg. Blijkbaar. Zie ik hier. Dat gaan we dadelijk doen. Offscreen. Dan ga ik offscreen doen. Dit klopt allemaal al. Ik had iets uitgevonden. Ik had denk ik wel iets leuks. Iets waarvan ik denk, ja, dit is echt geweldig. Dit wil ik ook gewoon als mijn huis nu hebben. En ik had gevonden dat ik de foundation, bah, zo wil. Niet zo hoog. Gewoon maar een klein beetje van de grond. Zo lijkt het wel alsnog dat het echt gewoon met stijger en al één is. Gewoon één gebouw is. Maar zo ziet het er ook niet uit dat die echt heel hoog op staat. Want als die te hoog was, vond ik hem niet zo mooi. Dus ik had dit een beetje ontworpen. Met half slabs. Zodat die nog steeds lijkt alsof die echt op de pilaren staat. Dat was de bedoeling namelijk. Dat was mijn eerste axe. Oké. Dan heb ik hier trouwens nog mijn stone. Ja, ik heb hier nog een stone sword. Die moet ik moet onthouden om die te bewaren. Want er was iemand die met een comment en die zei, je moet je stone sword bewaren. En die moet je inlijsten als je allereerste stone sword. Dus ik ga deze ook hernoemen. Want volgens mij is het zelfs de feature. Of er is er volgens mij iets in Minecraft. Gewoon vanille Minecraft. Dat als je er over een item heen gaat, als die in de item frame zit, en je hebt hem een naam gegeven,
dat je dan ook de naam van de item ziet. Als dat zo is, dan is dat super chill, want dan ga ik daar zeker gebruik van maken. Maar volgens mij was dat wel. Ik weet niet meer 100% zeker. Maar als ik me zo even gauw in mijn geheugen graaf zo, dan klopt dat wat ik zeg. En dan is dat er nu nog. En als dat zo is, dan zou ik dat super chill vinden. Want dan ga ik dus dat gewoon doen. Dan ga ik hem mijn allereerste Stone Sword noemen of zoiets. Of ja, gewoon een leuke naam. Als jullie een leuke naam weten voor de zwaard. Gewoon een leuke, fantastische naam. Waardoor we weten dat het onze eerste zwaard was. En gewoon misschien iets leuks erbij of zoiets. Zeg het dan in de comments. Misschien win jij wel. En dan ga ik jouw naam gebruiken. Het duurt nog wel even voordat ik genoeg iron heb om een anvil te maken, zodat ik hem kan hernoemen. Maar alsnog, als jullie zoiets hebben van, ik heb wel een leuke naam, noem het maar in de reacties. En dan ga ik kijken, ga ik zoeken welke dat het mooiste of welke dat beste is, welke beste naam is. Dit is trouwens nog niet af, mijn design. Dus hij is nog niet zoals die zou moeten zijn. Maar ik ben al wel ver. Ik ga dadelijk, nadat ik dit heb opgenomen, ga ik proberen om hem verder te ontwerpen. En dan kunnen we de volgende episode kunnen we hem of helemaal afmaken, dat ik al een deel zelf bouw. Of zo goed als afmaken en de rest dan offscreen bouw. Dat moet ik nog even kijken, net hoeveel tijd ik heb en zo. Dus dit is in ieder geval het design tot nu toe. Misschien dat ik nog een wood of zo ga veranderen. Qua kleurhout welke dat ik gebruik, zeg maar. Dat weet ik nog niet zeker, maar misschien wel. Het mooiste van het design vind ik eigenlijk dat dat ding, die pilaren. Jullie hebben zoiets van, waarom staan die pilaren daar eigenlijk, Tommy? Nou, dat is een soort van, hoe noemen ze dat in het Nederlands? Oever? Nee? Ik weet niet meer hoe het heet. Maar in ieder geval, daar op te staan, zeg maar. Gewoon aan juist vast. En wil ik dan ook deur naartoe maken. Heb ik hier al gemaakt? Nee, ik heb dit hout nog even nodig. Dus ik ga dit hout nog niet verder dit maken. Want ik heb nog meer van dat hout nodig eigenlijk. Dus daar wacht ik eventjes mee om het muur verder te maken. Want ik wil eigenlijk het, hoe heet het nou? De oever? Dok? Het is een dok. In het, ik weet het allemaal niet meer. Oh shit, ik ben vergeten om een golfslaps van te maken. GGWP, Tommy. GGWP. In ieder geval. Hier moeten dus halfslaps van gemaakt worden. Ik moet even eten. Want anders heb ik daar heel veel honger. Dat is ook niet echt zo heel makkelijk. Tijdens het bouwen. En dan maak ik hetzelfde als wat ik hier doe. Die halfslaps. Die maak ik ook hier. Alleen dan zet ik hier nog overal een van die oakwood logs bovenop. Alsof het echt eruit ziet alsof het zo'n steiger, dat was het. Het is een steiger. He. Moeilijke Tommy, Nederlands. Ja, inderdaad, het is super moeilijk. Nee, af en toe dan vergeet ik wel eens wat van die dingen. Wat ik eigenlijk wel had moeten weten namelijk. Maar goed, het maakt niet uit. We bouwen deze gewoon even af. Even kijken. Waarschijnlijk heb ik ook een hele hoop dingetjes geknipt. Aangezien dat de video voor mijn gevoel al vrij lang bezig is. Ja, ik weet niet precies hoe lang dit al bezig is, maar voor mijn gevoel best lang. Hoe lang de video duurt. Nou, in ieder geval, we gaan dit afmaken. Dammit, ik misplaatste hier iets, of niet? Niet? Oh, ik dacht dat ik hier iets misplaatst had. Dat is mooi dat dat niet zo is. Dan kan ik hier eventjes gewoon terug omhoog. Bloop. En dan maken we dit deel wel gewoon even af. Zo. Oh, nu wel. Dammit. give me that. Die heb ik nodig, dus geef. Geef me. Geef me. Dat ding. Ze is zeker hier gevallen. Ja, zie je wel. Oh, dammit. Eens even kijken. Ik moet nu hier omhoog. En dan moet ik dit weer wegdoen. Dat deurt heb ik niet nodig. Maar die slabs heb ik wel echt nodig. Dus vandaar dat ik die slabs eigenlijk wel terug wilde. Zo. Even kijken nog. We zijn al heel ver eigenlijk. Met de basis. Zoals we willen maken. Ik denk dat ik meer slabs nodig heb, als ik dit zo zie. Maar dat maakt niet uit, we gaan die boom daar toch omhakken, want die staat in de weg. Dus dan heb ik daar weer een hele hoop spruce wood. Dat is heel mooi. Oké, dit moet ik eigenlijk ook weg gaan halen, dus dat ga ik ook doen. Eén voor één gewoon. Zo. And you're gone. Dus, dat betekent dat ik
hier al een heel eind af kan maken. Oeh, spannend. kan ik hier bij de crafting bench? Nee, net niet zeker, hè? Nee, net niet. Zou ik gewoon een tweede maken? Ik maak gewoon een tweede. Gewoon omdat het kan. Die zet gewoon even hier weg. Omdat ik geen zin heb om te lopen. Om een nieuwe te pakken. Heb ik geen zin in, dus dan doe ik dat ook niet. Hashtag ja, ik ben lui. Hashtag lui. Ja, lui. Fuck, dat had ik eigenlijk helemaal niet meer zoveel moeten doen. Damn. Dan wordt het de muur maar maken met half slabs. Ik wilde alleen maar een paar half slabs. Damn it. Dat is eigenlijk best wel stom van mij. Want nu moet ik dus met half slabs deze muur gaan maken hier. Kan ik die niet terug maken? Nee, hè? Damn it. Nou ja, dan maak ik met half slabs maak ik deze muur af. Lol, dat is echt super stom van mij. Maar goed, het maakt niet uit. In ieder geval, we gaan even deze muur afmaken. En dan kunnen we ongeveer zien hoe het eruit ziet. Hoe het er straks uit gaat zien. Van een afstandje dadelijk. En dan kunnen we meteen even het bed verplaatsen. Want het is dadelijk ook weer nacht. Dus dan plaats ik het bed hier wel even weg. Ik ga even van een afstandje kijken hoe het er tot nu toe uitziet. Dit vind ik op zich een redelijk mooie basis. Het is nog lang niet af, zoals jullie zien. Maar ik denk wel dat dit best wel een mooi huisje kan gaan worden. Ik wil eigenlijk best wel een goede. Ik wil even een goede hoek kiezen om een mooi shot van het huisje te laten zien. Nee, ik moet vanaf daar dus. Ik blijf de hele tijd rondlopen. Ik vind maar geen mooie shot. Nee, serieus. Oké, ja, hier is het best wel mooi. Ik denk dat dit best wel een vet huisje gaat worden, als ik heel eerlijk ben. Ik ga hem even zo zetten. Screenshot maken. Of ja, zo een screenshot maken. Dan kan ik die mooi als mijn thumbnail gebruiken. Dus dit gaat mijn huisje worden. Ik vind het best vet zo dat hij zo echt ergens op staat, weet je wel. Ik ga proberen om hier nog misschien een klein bootje of zo te maken in de toekomst. Dit wordt het center van. Althans, het center. Dit wordt gewoon mijn huis. En hieromheen ga ik dus de village helemaal bouwen. Hier een huisje, daar een huisje. Hier misschien een huisje. Van die kleine, allemaal van die leuke kleine huisjes. Ongeveer hetzelfde stijl als dit. Sommige iets groter, sommige iets kleiner. En dan gewoon een village maken. En dan hopen dat ik binnenkort een keer een village ergens vind. En dan in de long time. Dus wat er nog allemaal moet komen. Dan hoop ik dat ik ooit eens een keer nog in de nether in ga. Dat ik dan die villages door de nether hierheen kan halen. En ik ben best wel benieuwd hoe dit allemaal eruit gaat zien. Hoe dit allemaal gaat lopen. Ik wil dit eigenlijk best wel soort van houden. Maar ik wil hem een soort van iets kleiner maken. Dat hij zo gaat, zeg maar. Zodat ik wat meer groter pad heb hier om hier te lopen. En gewoon makkelijk hierin kan. En dit een beetje, ja, een beetje normaler uitziet. Want nu ziet het er echt uit van. Oké, derp. Weet je wel, zoiets ziet er gewoon uit. Heel eerlijk, dat is gewoon zo. Ik wil eigenlijk ook nog even de finishing touch doen. Dat zijn eventjes nog wat stairs hier maken. Dan. En ik moet eigenlijk ook nog wel een deur hier zetten. Dus dat ga ik dan ook gewoon meteen doen. Doe ik wel even met dit wood. En acacia wood. Maakt niet uit. Gewoon twee verschillende deuren. Het zijn toch allebei. Twee verschillende kleuren hout is toch hetzelfde deur. Oh, wow, what the fuck? Dat is echt, dat is krom. Dit is echt heel krom. Waarom doet hij dit niet zoals hij het hoort te doen? Doe ik het zo dan? Moet ik het zo doen? Ja, Oké, dat is best krom. Ja, dat ziet er dus niet uit. Wat? What the fuck? Die deuren zijn ook echt raar, of niet? Of heb ik dat nou? Ja, die deuren die doen ook raar. Zien jullie dat? De deurtextures zijn ook mashed up. Zie je dat? Hier zitten die klinken aan de andere kant. Nee, het is niet alleen het bed dat de texture gefaald is. Maar ik zie nu ook gewoon dat de deurtexture gefaald is. Kijk, de kleur. Klinkt zit hier nu aan de linkerkant. En die zit hier ook aan de linkerkant. Maar die hoort aan allebei van deze kant te zitten. Deze hoort hier aan de rechterkant te zitten. Dus de deurtekstjes zijn ook gefaald. Lol. Lol. Grappig. Nee, is niet grappig. Maar zie je?
Oh, het ziet er niet uit. Nou ja, maakt niet uit. Dat wordt vanzelf wel een keer gefixt, hoop ik. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik denk dat ik die ga afsluiten. Vonden jullie de video leuk? Geef hem dan een groen duimpje als je hem leuk vond. Abonneer even op mijn kanaal voor veel en veel meer. En dan hoop ik om jullie weer te zien bij de volgende keer. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.